Ik vond het heel leuk. Wat vond jij ervan? Ik vond het ook super tof. Hey, leuk dat je kijkt. Ik ga vanavond eten bij een Indisch restaurant in Arnhem waar ik nog nooit ben geweest. Ik loop nu, of tenminste ik stond stil, maar nu loop ik in de Korte Straat, heet het geloof ik. En Bas heeft het restaurant uitgezocht. We hadden nog heel veel spaarkaarten van de AH restaurantactie. Dus ja, daar gaan we er vanavond weer een paar van opmaken. Ik heb een soort pastijtjes met mintsaus. Dat is eigenlijk wel heel erg lekker. Panga filet met champignons. Dit zijn linzen, heb ik net begrepen. We hebben rijst en spinazie. En naambrood. Mooi stukje. Ja. Dit is Coconut Dream. Dus met kokosijs en met spek. Ik heb mango sorbet. Zonder slag. Zonder slag. Het eten is op, dus... nog een pepermuntje. Ja, en we gaan weer. Hallo, ik ben in Amsterdam met Marielle, want we gaan vanavond naar het concert van Jojo. Zijn we z'n tweeën? Ja. In lidmaatschap en... Waarom vier? Ja, dat lidmaatschap. Oh, oké. Okay. Wat vond jij ervan? Ik vond het ook super tof. Beetje kort, maar wel leuk. Ik heb net mijn nagels gelakt met deze lak van Essie. En hij heet Ready to Boa. Uit de wintercollectie komt hij. Ik heb afgelopen week op Instagram gevraagd of jullie wisten wat nou de voorkant is van een Essie flesje. Want ik dacht dat dit de voorkant was. Want ja, hier staat het logo op in wit. Maar hier zit die lelijke sticker ook. Dus dat... vond ik altijd zo irritant, maar toen liet Essie mij op Instagram weten onder mijn foto, misschien heb je het al gelezen, dat dit, die glazen kant, eigenlijk de voorkant is. En deze witte kant de linkerkant. Maar goed, nu zie je nog steeds die lelijke sticker, dus eigenlijk maakt het niks uit. Ik ga weer een pakketje aan jullie laten zien. Yay! Oh, die hele doos scheurt uit als ik hem vastpak. Het is in ieder geval van Catrice. Ja, ik heb dus net mijn nagels gelakt. Dus nu weet ik niet hoe ik deze map eruit moet halen. Zonder dat ik gelijk alles weer sloop. Zo. Is eruit. Producten van Catrice. Yay! Een strobing brush. Een strobing blush. Eyebrow pen. Glitter in the Air heet het. En daar hoort dan... Oh, dit is van Essence. Wacht eens even. Dit is niet van Catrice. Ik zit met mijn neus te kijken. Dit is van Essence. Oh, maar het zit wel in een Catrice map. Nou ja, whatever. Dit is de limited edition die maart uitkomt. En dan heb ik nog iets van Catrice. En ik denk dat dit de assortiments-update is van... ja, het voorjaar alweer... Een lipcusion, een eyeliner, lijkt mij, een eyepencil. Instant lipstick mattifier, dat is ook cool. Een contouring blush. Hier zie ik nog een heel mooi palet. Super mooie warme koperkleuren. Nou, genoeg mooie nieuwe producten dus. Ik zal nog even voor jullie kijken vanaf wanneer ze verkrijgbaar zijn bij Kruidvat. Ik zie het er niet bij staan, maar volgens mij doen ze de updates altijd in februari en in augustus ongeveer. Ja, als je gewoon de komende weken een beetje de schappen in de gaten houdt, dan zie je ze vanzelf wel verschijnen, denk ik. Marielle helpt mij vandaag met foto's en ik ben nu bezig om mijn borstel schoon te maken. Want we zijn namelijk een soort compositie aan het maken van... shampoo. En toen had Marielle bedacht, nou leg er een borstel bij, ziet er leuk uit. Maar hij was een beetje ranzig, mijn borstel. Dus
Ik heb hem nu schoongemaakt met een andere borstel. Ik heb tenminste geleerd dat je een borstel goed kunt schoonmaken met andere borstels. Dus dat heb ik gedaan. Is die nog niet schoon genoeg? Dus er veel niet plut, plut, plut. Ja, maar zie je dat heel goed? Dat weet ik niet, moet je kijken. Ja, ik heb het al geprobeerd uit te halen, maar... Deze, vind je die wel mooi, de boek erbij? Nou, het heeft wel wat kleur nodig, maar... Ja. Het is alleen zo jammer dat het over mode gaat en niet over haar. Ja, dat is waar. Oh, dit boek gaat niet over haar. Maar ik kan ook gewoon een beetje zo, als ik hem open doe, mijn hand hierboven houden. En dan zie je niet eens echt die tekst, dan gaat het meer om de kleur. Nee. Ja, vind je mijn hand zo natuurlijk of niet? Beetje gek, hè? Ja. We gaan even binnen wat foto's maken. Bij dit tentje. Tenminste, dat is mijn plan. Zo, we hebben net geshoot hier. Onder andere parfum, die Marielle nu weer aan het inpakken is. En wat hebben we nog meer geshoot? Foto van dit palet. Weer een paar foto's die ik op Instagram kan zetten. En ja, foto's van deze body. Ik heb een body aan met gaatjes, zoals je ziet in het licht. Maar het is best wel lastig om dat te fotograferen. Je ziet die gaatjes niet zo goed. Maar ik denk wel dat er mooie foto's tussen zitten. Maar ik ga op de computer nog even kijken. We hebben net buiten nog outfitfoto's gemaakt. En nu ben ik in de Albert Heijn, zoals je misschien ziet. Dat is echt weer lang geleden. Ik ben gelukkig gezegend met een vriend die boodschappen doet. Want ik haat boodschappen doen. Als ik door de Albert Heijn loop, weet ik nooit wat ik moet kopen. Dan word ik altijd van, ja, starstruck door alle keuze en zo. En dan weet ik het niet meer. Maar ik ga nu even met Marielle mee, want die wilde wat eten halen. Ik heb een jurkje verkocht uit mijn shop. Hij ziet er zo niet zo charmant uit, een beetje gekreukt. En een broek, een jeans met witte stippen. En die ga ik nu naar het postkantoor brengen. Het is alweer zaterdagavond en ik zit vanavond super glamorous mijn vlog te bewerken. Maar ja, dat moet ook gebeuren. En nou ja, ik kan dat in alle rust doen, want ik heb sinds gisteren een eigen werkplekje buiten mijn huis. Ik heb altijd thuis gewerkt voor mijn blog en zo. Maar ja, ik was eigenlijk al best wel een tijd zat, maar ja, het is gewoon best wel duur om een kantoor of iets te huren en... Ja, ook weer niet zo nodig. Maar nu heb ik een soort van bureautje gevonden in een kantoor van een ander bedrijf. Waar ik mag werken. Dus daar ben ik super blij mee. En dan kan Bas ook lekker op dit soort avonden thuis gewoon zijn eigen gang gaan. Als hij thuis is, dan hoeft hij geen rekening te houden met mij en ik niet met hem. En dat is allemaal veel beter, denk ik. Dus, goedemorgen van mij en mijn onesie. Ik zal even mijn zondagochtend situation laten zien. Ik heb net mijn ontbijt op. Ik heb net bijna mijn thee op. En ik heb twee pakketjes uitgepakt. Deze van L'Oreal. Colorista. Dat is... sprays en washouts. Van allerlei verschillende kleuren voor in je haar. Echt super cool. Ik moet nog eventjes uitvinden hoe het precies werkt. Maar ik vind dit echt al heel leuk uitzien op deze foto's. En daarnaast nog een aantal producten van L'Oreal heb ik ook uitgepakt. Zoals dit concealer palet. Zoals deze lip paint in verschillende kleurtjes. Mascara. En ik zat nu even een vlog te kijken. Dit is een vlog van Negin. En waarom zat ik die te kijken? Ik kijk nooit een vlog van Negin, maar dat komt omdat ik eigenlijk nooit een vlog van überhaupt iemand kijk. En ja, ik denk gewoon regelmatig van, hey, ik moet eens wat meer naar vlogs van anderen kijken. Want dan kan ik weer ideeën opdoen over hoe ik mijn vlogs kan verbeteren. Want ik wil bijvoorbeeld eigenlijk een keer een nieuwe intro. En nou ja, ik weet gewoon dat er allemaal wel leuke dingetjes te bedenken zijn om mijn vlogs net wat interessanter te maken. Al geloof ik wel dat het uiteindelijk gewoon... Ja, om de inhoud gaat en wat je laat zien. Maar toch in de editing en zo denk ik dat je het daarmee wel af kunt maken. Mocht jij zeggen van nou, ik heb nog wel deze en deze tip voor je voor het vloggen. Dan is dat natuurlijk altijd welkom. Dus laat even een reactie achter dan. Waar ik wel benieuwd naar ben hè. Als jullie gaan sporten, doe je dan make-up op? Ik heb ooit eens een keer gelezen. Zo,
Hallo licht. Ik heb ooit eens een keer gelezen dat het echt helemaal niet goed is om tijdens het sporten make-up op te doen. En dat is natuurlijk ook best wel logisch, want dan kan je uit je huid, veel minder goed ademen en zo. Maar toch, ik doe altijd make-up op. Wel gewoon weinig op zondagochtend als ik naar Zumba ga. Alleen gewoon een beetje foundation of concealer, zodat hier die plekjes een beetje bedekt zijn. En dan vaak mascara of zo. En dat was het dan. Mijn NARS concealer is bijna op. Dat vind ik echt heel erg, want dit is mijn allerfavorietste concealer ever. Maar ik mag van mezelf geen nieuw kopen, want ik heb gewoon echt zat foundation en concealer die ik eerst op kan maken. Maar ja, deze is gewoon het allerfijnst. Hebben jullie de Miracle Diamond Sponge van Real Techniques al geprobeerd? Ik vind deze echt super fijn. Ik gebruik hem nu sinds, ik denk al vanaf september, dus eigenlijk... Is het ook al lang tijd om hem weg te gooien, want die sponsjes gaan ongeveer 3 maanden mee. Maar ja, hij doet het nog best prima. Ik maak hem ook echt wel geregeld schoon. Niet elke dag, maar wel een paar keer per week. Ja, aan de ene kant onderhoudt dat hem goed. Aan de andere kant heeft hij ook wel ervan te lijden, heb ik het idee. Steeds als je hem schoonmaakt. Ja, het enige wat er is dat puntje, dat echt hele spitse puntje is afgebroken. Maar dat was gewoon heel kwetsbaar. Dat is al heel snel gebeurd. Dan ga ik nu even mijn make-up kasten wassen. Het is best nodig, zoals je ziet. En ik was hem met de penselen reinigingszeep van Leko. Die heb ik gekregen voor Sinterklaas. En ze zijn weer schoon. Ik ga naar Zumba en ik ga deze vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je de vlog leuk vond. Abonneer je op mijn kanaal en tot de volgende keer. Doei doei!